mensen, dan krijg je een nieuwe vetje en een relaxed commentary van Rod 17. Oké, en opeens gaan al die fijntjes weg in mijn team. Oké, zo populair ben ik dus. Oh, 6 tegen 5. Nee, dat kan, dat kan, dat kan. En ik heb net ook al opgenomen, maar toen ik klaar was met de video dacht ik van, het was met 8 mensen en ik dacht van, misschien is het leuk om met meer mensen te doen. En toen kwam er achter de muziek en dat het iets te hard stond, waardoor je me niet helemaal goed kon horen. Zag van, nee, ga het gewoon lekker opnieuw doen. En ja, gaan we dus nu opnieuw doen. Hè. Ik heb dan dus ook een nieuwe intro, die heb ik al geüpload. Pak maar wat jullie ervan vinden. Ik zelf vind het niet zo geweldig, maar ik kan hem toch even uploaden. Misschien vonden jullie het wel vet. En ja. Ik vond het echt heel jammer, want ik ben echt lang bezig geweest met het regelen om die intro te krijgen. En toen had ik hem eventjes een foute lettertype gebruikt, waardoor hij nou weer helemaal anders uitziet. Als ik gewoon juist een lettertype had gebruikt, was hij gewoon super vet geweest, maar nee, dat heeft hij niet gedaan. Dus daar ben ik echt hard de zak mee. De vorige ronde, die ga ik niet uploaden, want ja, het geluid en zo. Maar die ronde was echt vet. Ik had gewoon 3. Ja, het is niet zo vet. Maar ik had 3. Oh, ik heb zijn wielen geraakt, geloof ik. Ik heb echt 3 keer een granaat super dichtbij gegooid. Je gaat al die clips wel zien bij vrijdag. Bij vrijdag upload ik gewoon allemaal vet. Dus shit van die week. De vorige aflevering is heel goed bekeken. En ik heb ook al 10 abonnees erop bij gekregen, dus die blijven we zeker erin houden. Ik geloof nou 14 likes al, wat de heck. Super vet. Kan dus toch. En ik schiet alles mis. Oh, grapje. Mooi die timing, though. Damn. Als je met mij wilt spelen, dan... volgende week ben ik trouwens op vakantie, dus er gaan er misschien minder video's online komen. Want ik moet dus allemaal voor werken. En er is een vliegtuig. Waar is dat vliegtuig? Hij is of de reden, geloof ik. Ik zie hem niet. Zo'n noob ding dat, hè. Damn it! Ja, ik zie jullie bij de volgende ronde, want het is toch saai om te spectaten, dus ja, tot dan. We hebben gewonnen, super nice. Die Phantom had gewoon 3 kills, kijk, 3 kills. Leg je weer iemand erbij, luk. Al doet het ze lukt, dan is wel binnen 10 seconden gedaan. Als het niet lukt, dan yep. Want hun kunnen met een sniper de crew maar zien staan. Dus als ik instap, kunnen ze mij hebben. Maar als ik iemand ben ingestapt, is het echt heel lastig om me te killen. Dus kan je eerst denken, een minuutje zo. En dan ga ik misschien een pak, want... de kans dat je snipe is wel erg groot is. Die andere vent, die level 105, heeft gewoon 3 kills. Super baas. Surprise. Ah, en die nieuwe vent, die is gejoined, is al dood. Yay. Daar hadden we dus ook veel aan. Nope. Oh, ze hebben hem al gepakt. Of. Oké, allemaal even duimen voor mij. Yes, is me gelukt. Jongen, ik zal je maar dekken. Ja, domme. Ja. Nu wij zitten ook al veilig. Kan niks meer gebeuren. Ik lever hem even af bij de auto's misschien of hij daar gaat pakken of hij blijft erin. Ik heb geen idee. Oh, we hebben gewonnen, nice. Hoppa, gaan we kijken of die ene weer super veel kills heeft gemaakt. Dat is eigenlijk een korte ronde. Lekker weinig verdiend, jammer genoeg, maar ja. Nee,
Die vent heeft niks gedaan, nou, dat is ik. En we willen snipers kijken of we een paar ventjes kunnen snipen. Ik ben helemaal vergeten wat de bedoeling is van de serie, want ik had dat gedaan, maar ja. Nu dus niet, want ja. Ik dacht dat het een nieuwe aflevering was, maar ja, de vorige aflevering is mislukt, dus het is een nieuwe. Het is de bedoeling om 10 miljoen te verdienen in Last Team Standing. 10 miljoen. Dus gaat niet of het gaat, maakt niet uit of we winnen of verliezen als we maar genoeg geld verdienen. En het meeste wat je kan verdienen is als je 7 keer wint en 6 keer verliest. Want dan heb je. En het duurt ook allemaal 10 minuten, dan kan je. En zoveel mogelijk feitjes natuurlijk, dan kan je even kijken hoeveel kan je ervan verdienen. 7 keer 10 is 70. 7 rondes, dat kan niet meer. Ja, heel soms nog. Dus daar ga ik ook even vanuit. Als alles mee zit. Oh. Nee. 7 rondes. 70. 6 keer 5, 35. Ik. Oh shit, wat doet die daar? Kijk, we gaan deze inhouden. Ik ga het zo lang mogelijk als ik kan. Oh. Oké, we gaan die vliegtuig. Ja, dat was mooi. We gaan het vliegtuig even snipen. Kom. Oh. Ja, die is voor mij. Als je niet om. Oh shit. Dat hadden we geluk. Moet hem even. Kan ook het vliegtuig kapot maken. Ik ben pas veilig als het vliegtuig weg is. Ik ben altijd. Oh ja, hij is al bijna kapot. Ben ik serieus de enige die erop aan het schieten is? Moet hij het al laden? Oh, nice. Top. Chillings, was toch niet de enige. Oh, daar zijn we mooi vanaf. Ik kan hem weer op de auto's focussen. Vol zijn banden kapot. Ja, ik heb hem. Yes, ik heb hem. Zeker. Zeker. Hoppakee. Bam, jongen. Je mail. Sorry, ik was even blij om. Dat ik heb ik hem niet in. Zou best kunnen. Even kijken. Ja, ik heb hem. Nice. Payback. Ik zie jullie bij de volgende ronde. Nou ja, we hebben gewoon 13.000 bijna. Superveel, ze komen wel aan die 10 miljoen. Ik denk hoeveel je nodig hebt om 10 miljoen te krijgen. Iets van 200 afleveringen, maar ja, ben ik het onderdag ga doen. Ga proberen. Dus 3 afleveringen. Of 4 afleveringen per week. Laten we uitgaan van 3. Dat is geloof ik 3. 3 afleveringen is. En toen was mijn band gegaan weg. En toen ging mijn tweede band. Oh, wat, dat was echt heel dom. Oh, die drift was toch best mooi. Oh. Damn. Ik zet hem even andersom, zodat de mensen weten dat deze kapot is. Hoe aardig ben ik? Snap het toch niet, maar 10 miljoen, 200 afleveringen. Zo denk ik dan. Vet veel. Vet veel. Oh. Woop woop. En hoeveel staat het? Oh. Dat is niet zo goed.
Gewoon ik tot ze tegen die dingen schieten. Mooi. Allemaal mooi. Oh. Oh, perfecte landing. Ik vind het zo'n leuke game mode, echt. Damn. En eigenlijk andere dagen die vul ik bij met races. Ik wil even een paar dingen zeggen. Ik heb de eerste aflevering bewerkt. Eerst dacht ik altijd dat die aflevering heel lang zouden duren, maar het valt op zich gewoon mee. En dit is echt een ziek stukje, zag ik. Dus wil ik jullie even laten zien. Hoe respecteer ik? Ik wil jullie even laten zien. Hier, hij pakt even één iemand. Hier, pakt hij er nog twee. En de rest killt elkaar met de granaat. Kijk, links onder. Oh shit, ze hebben gewoon gewonnen. Echt ziek. Super episch. Hey, dit was de aflevering 35k 10k RP. Dat was de eerste aflevering. Ik hoop jullie het leuk vonden. Vergeet vooral te liken, te abonneren en deel met al je vrienden. Later! Later.